Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In deze video wil ik verder met het maken van de backupbox en wil ik proberen om er een koer in te krijgen. We hebben nog een oude backupbox staan die we al jaren niet meer hebben gebruikt. Deze heeft de hele tijd buiten gestaan en deze is niet meer helemaal zoals die was vroeger, dus hij heeft een nieuwe bodem nodig en dan hoop ik dat hij het weer doet. En dan hoop ik dat ik weer een paar koeien kan bekappen. Ik heb de box maar in de schuur gezet. Daar kan ik er ook mee bezig als het buiten aan het regenen is ofzo. En ik heb er een aantal planken klaar. Dus ik wil kijken hoe ver ik kom en dan weet ik ook hoeveel planken ik nog moet. Doe hieronder een paal eronder en die bind ik dan vast, zodat ik hem met de kouwvoersnijder op kan tellen. Het is nog best lastig om de box op een goede plek te zetten. Want je wil eigenlijk dat ze er maar één doorgang hebben en er recht in lopen. Maar, dus ja, dan moet ik nog even zoeken wat de ideale plek is dan voor deze box. Ik heb de eerste koe erin gekregen. Alleen dan moet ik nog de ketting eromheen doen en dan ga ik proberen de benen omhoog te halen. Ik heb nu de buikriem eronder gedaan, maar deze koe is te groot of zo, want hij komt er niet mooi goed onder, de koe. En de koe moet eigenlijk ook nog een klein stukje naar voren kunnen. Want hij stapt er niet mooi over de buikriem heen. En dan ga ik nu proberen om deze linksachter omhoog te doen, want ik zag dat hij hier bijna niet op loopte. Ik vind het te lastig om hem goed te bekappen, want zoals je ziet heeft hij veel vrije beweging en dan vind ik het best gevaarlijk om met een mes daar te gaan snijden. Maar ik zag wel dat hij een mottelaar op plek had, dus heb ik wat gel op gedaan en dan een verband omheen. En dan hoop ik dat die mottelaar zich niet verder kan vergroten. En dan mag deze koe ook wel weer gaan. Ik hoop dat het zo iets beter gaat. Nu heb ik meer een rechte lijn zo vooruit. Wat ik dan als eerste doe is de klauw even schoonmaken met een borstel of met een oude bezem of zo. Want dan kan je beter zien wat er aan de hand is. Daarna ga je kijken als de klauw even lang en even hoog is. Dus dan zet je je hand er even onder en dan kan je beter de hoogte bepalen. En dan kan je hem even hoog en even lang maken. Daarna ga je model maken. Dan ontlast je de typische plek, die zit hier ongeveer.
aan beide kanten. En dan met model maken maak je eigenlijk een ei-vorm zo, die, waar je dan een eitje kan inleggen, zeg maar. En daardoor kan ook de mes beter de klauw tussenuit. Dan ga je ontlasten en dan ga je kijken als er een plek is of een witte lijndefect bijvoorbeeld. En dan ga je die weghalen en dan ga je de koe ontlasten omdat je de pijn en de druk weghaalt. Het kan van alles zijn. En daarna ga je losse hoorn weghalen en dan ga je kijken als alles een beetje glad is. Dus zoals wij dan met onze nagels hebben, als een klein stukje los zit, dat is niet zo prettig voor de koe. Dus dat kan je dan weghalen. En bij deze koe zie ik dat hij onderaan een beetje bol is. Dan ga ik even vlak maken, dan staat hij weer mooi recht. En dan ga ik... Ja, ik zie dat hier is een open plek. Dat is dan waarschijnlijk een Mottolaro plek. Dus dat ga ik even behandelen. En daarna ja, nog even een beetje model maken. Zorgen dat ze weer oké kan lopen. En dan ziet het er ongeveer zo uit. Ik doe alleen deze poot, omdat ik weet dat ze hier niet zo goed op liep. En het is best wel zwaar werk, dus ik ga niet alle vier de poten doen. En als ze aan de beurt is, dan komt ze wel bij de klauwverzorger en die doet dan wel alle poten. Ik wilde nog even zeggen, voor als je zelf gaat kappen, doe dan vooral bescherming aan, zoals polsbeschermers en handschoenen. En doe vooral heel voorzichtig, dus kijk ook uit voor trappende koeien. En ga vooral niet snijden of bekappen als je geen verstand hebt van wat je doet. Ik ben geen professional, maar we hebben op school een snelle cursus gehad waarmee wij kreupele koeien kunnen bekappen. Dus wees vooral heel voorzichtig en let vooral op jezelf. Ik heb jullie ook niet alles kunnen vertellen wat ik op school heb geleerd. Daarvoor moet je echt een cursus voor gaan volgen, maar doe vooral alsjeblieft heel erg voorzichtig. Bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende. Doei!